Ik ga jullie rap even tonen wat ik bij de winkel snel gehaald heb. Beetje jammer, maar we maken er hier thuis wel een dagje van. Ze gaan dat gewoon live op camera uittesten. Iets lange stok. Nou, ik ga zitten. Wat? Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ben net thuis van de winkel. Thalisa die is nog in bed aan het slapen, die was moe. We hebben het gisteravond ook wel laat gemaakt. We lagen pas om 2 uur of zo in bed, denk ik. Die is een beetje aan het uitslapen, dat mag zeker weten. Ik ben net naar een kleine winkel geweest, gewoon om een paar snelle inkopen te doen die we nodig hadden. Want ik wil een ontbijtje maken en ik wil zien dat ik voor morgen voor het werk een beetje te eten heb. Ik ga jullie rap even tonen wat ik bij de winkel snel gehaald heb. Oké, ik ben niet naar de Albert Heijn geweest, maar dat was de eerste zak die ik vond. Ik ga niet te hard praten, want Thalisa is echt nog aan het slapen. Dus ik wil die niet wakker maken. Ik heb broodjes gehaald. Dit zijn broodjes voor Thalisa. Die pakt altijd witte broodjes. Dat is een witte keizer. Een tijgerbroodje. Oei, in een zak van. Alleen maar witte broodjes. Voor mij broodjes. En ik heb meestal bruine broodjes. Maar het liefst daar. Een grote zak havermout. Dat is voor morgen. Want morgen vroeg had ik... Ik eet iedere morgen... havermout en ik had geen meer, dus dat is voor de week door te komen. Honing, ook voor 's morgens bij het ontbijt, zowel bij mij bij mijn havermout als voor Thalisa bij haar pancakes of zo eten we dat ook heel vaak. Voor nu op de broodjes te doen, roze garnaalsalade. Meestal pakken we zo'n slaatje, wisselen we wel af om zelfs tussen de broodjes te doen. Dan heb ik lactosevrije kaas voor Thalisa. Kipfilet voor mij. En dan maak ik zelfs eitjes om erbij te eten. Dus dit is ons ontbijtje wat ik nu heb gezien. En voor deze middag heb ik wokreepjes van kip. En wokgroentjes natuurlijk. Ja. Dus deze middag gaan we wokken. Dus wat staat er nu vanmorgen op het menu? Dat zijn de broodjes. De belegjes. Ik ga eitjes maken. Ik heb nog een beetje spinazie gevonden en ik doe er wat koriander op, omdat Thalisa dat super graag heeft. En ik ga theetjes maken. Jammer genoeg is het vandaag maar een zielig weertje. Ik ben juist door de regen naar de winkel moeten gaan. Dus zo ziet het eruit. Lekker grijs. En helemaal nat. Spijtig wel een beetje. Normaal gezien gingen we vandaag een daguitstapje doen, maar ja, we hebben dat uitgesteld omdat het de hele dag gaat regenen. Dus dan gaan we dat gewoon volgende week of zo doen. Maar ja, een beetje jammer, maar we maken er hier thuis wel een dagje van. Hè. Dat mag ook wel eens een rustdag. Even een kleine update. Thalisa is nog niet wakker. Ik heb nog altijd niet kunnen ontbijt maken. Dus ik moet wachten tot die opstaat. Anders ga ik eitjes maken. En het wordt heel koud. En dat is niet lekker. En ik heb honger. Ik heb een mango ontdekt in de frigo. Ik ga eens checken als die nog goed is, maar dan ga ik die al snijden en kunnen we dat al eten. Ik heb een voorgerechtje om mijn ontbijtje mee te starten in afwachting tot er een wakker wordt. Het ziet er niet zo heel lekker uit. Allee ja, mango ziet er nooit, dat ziet er altijd zo ja, smerig, sappig uit. Maar dat is echt wel goed. Lang geleden. Heel belangrijk als je mango eet, 20 stukken keukenrol, want heel uw handen gaan vol plekken nat zijn. Mystic Beats. Kijk eens wie rocker is. Hey. En de eitjes zijn klaar, hè? Dus we kunnen eindelijk ontbijten. Hier heb ik op gewacht. Ik mocht ook eens uitslapen. Zeker, je moet soms dus uitslapen. Ik ben de hele week vroeg opgestaan en nu heb ik 12 uur geslapen. Kijk goed. Maar we waren ook wel pas om. 12:30 mijn naam. Nee, ik zit al even wakker. Om 12, ja. We waren ook wel om 1:30 of zo pas 2 uur in bed. Hè? 2 uur pas twee in bed, ja. Dus. Dan mag het. Let's eat, hè. Woehoe, dankjewel schatje. Hier zijn we weer. Het
Het is ondertussen 6:45. Ja. Het laatste wat we hebben gefilmd was bij het ontbijt, denk ik. Mm-hmm. We hebben de hele dag naar de dag gekeken. Een serie. We zijn die toen een première gaan kijken. En we wouden die nu kijken, verder kijken op Telenet, want al die afleveringen staan erop. En de eerste twee hadden we gezien, hè? Ja, de eerste twee hebben we toen een première gezien. En nu zetten we aan? 8. 8 of 9? Nu gaan we 9 kijken. Ja. Ja. En er zijn er 12. En ik moet zeggen, echt heel spannend. Ik zat daar echt de hele tijd. Ja, ik vind het echt een topserie. Maar er zijn echt 100 plot twists de hele tijd. Dat is echt chic. Ja, dat is wel echt. Ik verwacht het allemaal niet. Dat is echt heel goed gemaakt. Inderdaad, ik ben echt helemaal into de serie, want ik kan ook niet wachten om de rest te kijken. Ja, we moeten nog afkijken. We moeten er nog... Ja, nog 4. 3, 4. We moeten er nog kijken. En ik wil die vanavond nog kijken allemaal, dat we daar vanaf zijn. Ja. Want door de week hebben we bijna nooit tijd om tv te kijken. Dat is een heel lange serie, dus dat lukt zeker niet. Iets kort lukt nog wel door de week. Drie kwartier, 50 minuten denk ik. En daar hebben we gewoon geen tijd voor door de week, dus ja. Mm. Ik zei, we moeten er nu uitkijken, dan zijn we er vanaf. En ik wil het ook gewoon zien. Maar dus, gisteren hadden we de lieve Kelly op bezoek van Beestig. Beestig is een online webshop voor dieren, ja, voor katten en honden eigenlijk. Mm-hmm. Vooral. Die hebben speeltjes, maar ook eten en zo. En die had voor de katjes van alles bij. Echt super lief, heel fijn. En ik dacht, we gaan dat gewoon live op camera uittesten. Als ik katjes zou ik heel tof gaan vinden. Denk het wel, want er zitten er al een paar klaar. Milky zit hier al naast ons, dus let's see. Zet je er klaar voor? Milky! Zit je klaar voor de speeltjes? Ja, zit je klaar voor de speeltjes? Dit hebben we allemaal gekregen. Ja. Heel veel spulletjes wel. Echt heel benieuwd. En eten. Eten ook. Vers eten ook. Ja. Dat is wel leuk dat dat brokjes zijn. Want ik dacht dat dat zo van die sappige zakjes gingen zijn. En dat geen oei, nee. Nee, nee, dat kunnen ze niet eten. En allemaal speelgoedjes. Wat zijn dat? Veertjes. Ja, en dit. Oei. Maar deze dingen zijn om hier aan te hangen. Als ik me goed herinner, dat heeft ze gisteren uitgelegd. En dit is denk ik de... The flying pursuit, denk ik dat het noemt. Dus ik ga het open doen, hè. Oh, iets lange stok. Iets van, dat ik dat... Oei, sorry. dat ik dat... Als daar hier genoeg... Een zweep ervoor. ...zijn aan Sheldon Kontal, kijk. Sheldon vindt het zo al leuk. Je moet het wel vangen, hè, jong. Maar als je dit dus hard ronddraait, dan maakt dat het geluid van een soort van vogel. Maar dat gaat hier niet lukken, denk ik. Hier is te klein. Zoals zij eens zien, hoe we dat kunnen doen. En dan, als je het geluid van een vogel hoort, dan moet je dit gooien, dat is een muisje. En dan betekent dat dat de katjes kunnen gaan jagen. Want ja, katten zijn ook jaagbeesten. Ja, ja. En dan moeten die daar eigenlijk op gaan jagen. Dus ik ben heel benieuwd. Dus eerst moeten we dat geluid maken. Ja, ja. Maar ja, met dit kun je ook zo spelen met iets. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Oeh, hier is nog eentje zo. Hier is er nog een klaar voor. Sheldon is al begonnen. Speel op mijn eentje, ja. Ja, Sheldon denkt... Ik heb je niet nodig, joh. Trek me de plan wel. Zoals Sheldon is gewoon echt al blij met dat touw. Hoe ziet hij nu? Sheldon! Echt al... Ja, en dan moeten die op jacht gaan, hè. Dus eigenlijk moet je dan het muisje gooien. Dus hier is het muisje. Jij moet dat geluid maken. En ja, nee. Plaats, hè? Ah ja. Hoe, waar je hier stond, ging dat. Ja. Stop. Laat het los. Laat het los. Sheldon. Sheldon. Ik ga het eens proberen. Oké, en ik moet het muisje gooien. Ik
heb het muisje gegooid, maar die doet niks. Waar is het muisje? Maar ik moest het muisje, moet jij volgens mij gooien. Ja, want die denken dat jij dat ding hebt. Maar dat maakt echt wel zo'n geluid van een vliegende vogel, hè? Ja. Dat is kei zot. Zit. Ja, gooi nu de muis. Sheldon snapt het. Zie je knort? Waarom knort hij zo? Sheldon snapt het. Pak het maar. Pak het. Pak het, Sala. Pak het. Hard draaien. Kan maar niet. Ja, dat was een goeie. Goed, joh. Pak het. Pak het, meisje. Ja, ze zijn meer geïnteresseerd in je stengel, denk ik. Maar ja, die zijn niet om te jagen of zo. Nee. Die niet buiten komen, hè. Nee, die pakt. Hier is een muis. Sheldon! Sheldon, ik heb de vogel gevangen. Dat is te klein, ja. Ja. Maar ik ga zitten. Sheldon, jong, zot. Oeh, ja, dat gaan ze leuk vinden. Andere aangehangen is. Dat gaan ze leuk vinden. Kijk, voorzichtig. Ja, Sheldon is hier. Nee, is er weer mee weg. Oeh, wat er nog? Oeh, la. Als volgende gaan we deze scratcher uitproberen. Dat is een kattenkrabpaal. En daar kunnen we catnip in doen. Ah ja, je kunt dat er zo in strooien. Ja. Dus we gaan die eerst ergens zetten, hè. Ja, waar gaan we hem zetten? Daar is nog naast de kartonnen doos misschien. Yes. Ik ga de catnip erin doen. Een beetje gewoon, ja. Ja, ik ga niet alles doen. Oké. Oeh. Wat? Ik ga maar eens kijken. Ga maar eens kijken. Oeh, hey. Hier druk wel lekker. Die komen zo naar mij. Oh ja, kijk, die doet dat echt. Oh, die doet dat echt. Oh. Dat is kijk. Goed zo, Muffin. Lief de trekboord. Muffin, dat is super goed. Niet pipi doen of zo, hè. Dat leek zo, hè. Ja, dat is van mij. Ja. I claimed it. Milky denkt, waar is mijne? Hallo? Is dat leuk, Muffin? Is dat leuk? Hè, Muffke? Muffin ruikt iets, maar... Ja, Sheldon, gaat jij ook eens kijken? Milky gaat er ook voor. Wils, ga er maar eens op. Kom maar. Ga maar. Kom. Oh ja, die doet dat ook. Zou die echt weten hoe dat moet of wat? Dat is gek. Doet dat ook. Hoe zou die dat nu snappen? Dat is raar. Sheldon staat erop. Maar dat is het dan ook. En hij gaat er terug af. Speeltjes vallen echt goed in de smaak. Nu is het tijd voor het eten. Ik ga dat mengen met het eten wat ze nu hebben. Want anders gaat dat misschien zoal te heftig zijn. Zeker met katten met een gevoelige maag en darmen. Dus dat ga ik eerst doen. Maar om hem eens te laten proeven,
ga ik het even een paar korrels op een bordje doen en kijken als ze dat graag lusten. Oké, Sam gaat het open doen. Kom eens hier. Kom eens kijken. Kom eens kijken. Oh, eten. Ruikt het lekker? Yummy. Niet te veel, hè? Ja, zo is goed. Stop maar. Wie kan er eens eten? Nou ja, in de zetel. Gaan we dat in de zetel geven? Nee, op de grond. Kom. Kom, Milky. Kom. We gaan op de grond. Kom maar. Milky. Milky, kom. Beetje verdelen. Wilks. Hier, kom. Oeh. Oh, precies al wel in de smaak. Yep. Oei, Milky. Is het lekker, vrienden? Lekker. Ik wou zeggen, ik kom nog eens even buiten, maar dat is niet het geval, want ik ben deze morgen ook buiten geweest. Maar ik ben nu op bezoek bij mijn ouders en thuis. Zij zijn nog op verlof, dus ik kom Sina verzorgen. Ik ga nu even Sina nog bezoeken, dus van de ene kat naar de andere. Dus we gaan eens even kijken hoe het met ons Sinake gesteld is. Dus laten we samen wok maken. Mm. Is al begonnen, hè? Ja, het is al bijna klaar. Oh, het ziet er goed uit wel. Te gaan werken vandaag, want het is een gewone werkdag, maandag. Gisteravond beseften we dat we de vlog niet hadden afgesloten toen we al in bed lagen. Want we hebben dus een hele dag volledig opgeslorpt geweest door de serie De Dag. We zijn even geleden de première gaan kijken van De Dag in de Kinepolis in Antwerpen, maar we hadden eigenlijk nog niet verder gekeken. We hadden toen de eerste twee afleveringen gezien, we hebben vandaag of gisteren de rest gekeken. En wat, echt een overdreven serie, niet normaal, super goed. En ik zit echt, allee, ik zat echt gewoon elke seconde van die serie in spanning, niet normaal. Was zo'n goede serie, echt overdreven. Dus, de vlog werd gisteren niet afgesloten en daarom ga ik het nu doen. Ik ga mijn ontbijtje opmaken, ik ga mij volledig klaarmaken en dan ben ik weg om te gaan werken, the whole day. Dus merci om te kijken vandaag. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En wij zien jullie morgen.